Mijn naam is Nick Mulder van Mulder Shipyard. En wij staan op de Boot Düsseldorf 2024 met onze nieuwste Mulder Favoriet 1700 Anniversary Edition. De Mulder Favoriet 1700 is natuurlijk het grote broertje van de Favoriet 1500. Een volledig aluminium jacht met twee motoren van 480 pk. En daarmee halen we een topsnelheid van 22 knopen. We hebben een brandstofinhoud van ongeveer 2850 liter. Daarmee maakt het jacht ook zeer geschikt voor lange reizen. De Mulder Favoriet 1700 is natuurlijk een prachtig ontwerp in samenwerking met Guido de Groot. Voor deze jubileumeditie hebben we een paar unieke features aan boord, waaronder een compleet vernieuwd ankersysteem. Het anker is helemaal onderdeel van de romp geworden. Ankerlieren zijn onderdeks geplaatst. We hebben daardoor helemaal geen last van ankerkettingen of andere dingen wat je meeneemt als je je anker ophaalt. En mooie schone dekken, hè? Dus je stoot nergens meer je teen aan. Een van de andere unieke features is de tafel op het achterdek. Hè? Het is natuurlijk een fantastisch mooi achterdek waar je lekker met z'n allen kan zitten, eten, drinken, borrelen. Het is een mooi teakhouten blad, volledig hooglands gelakt. Gaat elektrisch hoog en laag, zodat je de borrelstand kan instellen, de eetstand kan instellen en de tafel volledig laag kan plaatsen met een groot kussen eroverheen, waardoor je een mooi zonnebed kan maken. In Nederland zijn we natuurlijk gewend aan een hele hoop bruggen. Als je de mast laat zakken, dan houden we nog een doorvaarthoogte over van 3,5 meter. En daarmee kun je natuurlijk de meeste bruggen in Nederland gewoon onderdoor. De mast zelf is uitgevoerd met radar, met een schijnwerper. De luchthoorn zit er natuurlijk op. Een camera die achteruit kijkt. Het schip is ook 's avonds een hele mooie verschijning met onderwaterverlichting rondom. Ook boven water, op de dekken, hebben we heel mooie verlichting geplaatst. Hier achterop natuurlijk, alles kan je dimmen. Daarmee wordt het echt een hele gezellige sfeer die we creëren. Nou, dit interieur is op zo'n hoog niveau ontworpen, gemaakt en ja, goed, ook de stoffering, et cetera. En met alle marmers, met de leren lijsten. Dat is eigenlijk een niveau wat we op onze superjachten gewend zijn. Nou, hier hebben we dan de stuurbank, hè, met een mooie diamond stitch. Een heerlijke plek om wat langer onderweg te zijn. Plus je zit hier ook gewoon gezellig bij de rest. Hè? Dus je hebt een hele grote U-bank. Maar je bent als stuurman, kapitein, eigenaar, ben je wel gewoon goed onderdeel van het gezelschap. En wat ik zelf wat fantastisch vind, hè, is het interieur, hoe dat allemaal gemaakt wordt. Dus als je ziet hoe dit allemaal samenkomt, al die hoeken, het is gewoon vakmanschap ten top. Het gebruik aan boord van alle ruimtes is wel, vind ik heel erg belangrijk. Dan is het van, nou, weet je, dan maken we daar een mooi kantoor van. Je klapt hier je laptopje open. We hebben hier stroomvoorziening gemaakt. Sowieso hebben we heel goed internet aan boord. Ook als je een gezelschap hebt op het achterdek of in de stuurhut, dan kun je prima nog even afzonderen om nog even je werk te doen of een telefoontje op te pakken. Nou, wat je eigenlijk terug ziet komen in het hele interieurdesign is de gelaagdheid. In dit segment jachtbouw, de detaillering, dat komt zo ongelooflijk weinig voor. Dat maakt het schip gewoon heel bijzonder. Als je het hele plaatje totaal bekijkt, alles klopt. En dat vind ik zo mooi in dit interieurdesign. Hier gaan we naar de keuken. Wat ook direct opvalt is natuurlijk het mooie ontwerp van Roefien Vos. Het marmer wat hier ook geselecteerd is. En je ziet het ook doorlopen, die nerf. Die loopt helemaal netjes door. Dan heb je de deurknopjes. Mooi ingelegd met leer. Alle kranen zijn van Doornbracht. Dit is 22 karaat bladgoud. Naast dat de boot gewoon ontzettend mooi gemaakt is, blijft het toch wel een hele praktische boot. Dus als je ook hieronder kijkt, hebben we een hele grote berging. In deze berging hebben we nog een extra vriezer gemaakt. En die staat op een slede, waardoor je de rest van de berging ook goed kan gebruiken als bergruimte. Hier hebben we dan natuurlijk nog de afzuigkap, de vierpits, inductiekookplaat, de vaatwasser, de combimagnetron. Dit is de koelkast. Koelkast hebben we boven ook. We hebben nog een mooie grote lade waar de drank en dergelijke in kan. We hebben aan boord ruimte voor 6 slaapplaatsen, verdeeld over 3 hutten, 2 badkamers. Hier hebben we de eigenaarshut. Nou, eigenlijk wat meteen al opvalt, hè, is natuurlijk bij de deur de mooie blinde scharnieren. Het deurbeslag met het leer netjes ingelegd. Dan komen we binnen, een mooi ruim bed. Prachtige eggshell kunstwerken aan de zijkant. Sowieso hebben we deze hele boot ook gebouwd op comfort.
En comfort is iets wat eigenlijk in het Mulder DNA zit. Snelheid is niet het allerbelangrijkste, maar je moet wel heel comfortabel met z'n allen op reis gaan. Dus ook hier in de eigenaarshut hebben we de blinds die je vanuit het bed kunt bedienen. Dan hebben we hier bijvoorbeeld ook de scènes die we kunnen activeren. En die scènes kan je zo instellen als dat je het hebben wilt. Dan hebben we hier de badkamer voor de eigenaar. Mooi zwevend toilet. Ook weer dat mooie eggshell kunstwerk. De doornbracht kranen. Een grote regendouche met handdouche erbij. Vaak krijg je bij de toiletten zo'n simpel druk-aan-druk-uit systeem. Ja, die hebben we ook mooi in ons eigen systeem verwerkt. En dat zijn net de details. Nou, we hebben natuurlijk 3 slaapkamers, 2 badkamers. Hier hebben we de gastenbadkamer, die tevens gebruikt wordt als dagtoilet. Hier zijn we in een van de gastenhutten. De bedden zijn ruim. Je voelt dat het gewoon een goed formaat hut is. Hier hebben we de airco mooi weggebouwd. We hebben sowieso airco door de hele boot. Vloerverwarming door de hele boot. Als je natuurlijk zo lang onderweg bent, dan wil je ook af en toe wel eens een keer een wasje draaien. Nou, dus hier onder de trap hebben wij de wasmachine, de was-droogcombinatie. Hier in de stuurhut hebben we een groot schuifdak. Als je dat helemaal opent, de zijramen lekker open, schuifdeur open en de zakraam laat je zakken. Ja, dan ben je gewoon wel in één keer echt dat buitengevoel wat je naar binnen toe haalt. En nou goed, met dezelfde druk op de knop is alles ook meteen weer dicht. Dus geen gedoe met drukkers, hoesjes, andere dingen. Gewoon comfort. Ja, wat ik zelf altijd wel heel gaaf vind, is mooie grote tv's met hele goede audiosystemen aan boord. Dus we hebben hier een Denon versterker, Bowers & Wilkins speakers, 5.1, dus ook met subwoofer erbij. Als je hier een film zit te kijken, is het gewoon, je zit hier liever dan thuis. Dit schip zit natuurlijk vol in de opties. Met 2x480 pk motoren vaart hij mooi. We hebben een 9 kW generator. We hebben een compressor nog ingebouwd, zodat we ook luchtdruk hebben achter in de tenderberging. We hebben een waterontharder, natuurlijk de goede hydrofoor. Hier een mooie centrale overboord. Professionele pompen, Rijnstroompompen. Gewoon heavy duty. Alle filters, alles is goed bereikbaar. Wat dat betreft gewoon de engineering die je van Mulder mag verwachten. Hier op de brug hebben we 2 Remarine actionschermen van 16 inch. Mooi geïntegreerd systeem van Remarine Jachtsense. Hier vanuit de brug kan je dus eigenlijk de hele boot bedienen. Mooi is ook, we hebben de engineering zo gedaan dat de pompen uitwisselbaar zijn. Dan gaan we naar het switchboard. Hier vandaan bedienen we eigenlijk verschillende elementen van het schip. Al deze items hebben allemaal een kinderslot. Dus we drukken eerst op de mast release bijvoorbeeld, voordat je pas de mast kan laten zakken. Zeer complete boot. We hebben 25 kilowatt aan lithium accu's achterin liggen. Daarmee hebben we zelf al een test gedaan dat we in ieder geval 4 dagen zonder walstroom kunnen liggen. Nou, de zonnepanelen boven op het dak die laden maximaal 420 watt piek. En hier kunnen we alle alarmen zien van het hele schip. Sowieso voor het aan- en afmeren hebben we een losse afstandsbediening, waardoor je eigenlijk de boot perfect in je eentje kunt varen. Hier achterin de tenderberging, uitermate geschikt voor een tender van ruim 3,5 meter. Goed anti-slip op de vloer, mooie mat aan de zijkant in de berging. We hebben hier nog een drinkwateraansluiting. We hebben hier de aansluiting voor de compressor. Ook weer zo'n comfort item is de Glendenning hier aan boord. Dus de walstroomkabel, dat is zo'n ding van 25 meter die je moet oprollen. En nou ja, goed, dat kan makkelijker. Dan hebben we hier gewoon een knop, die drukken we in en dan gaat die automatisch naar binnen. De Mulder Favorite 1700 is een zeer gebruiksvriendelijke boot met relatief weinig diepgang. We zitten rond de 1,20 meter en daarmee perfect geschikt voor de binnenwateren, de plassen. Maar ook zeegaand vaart de boot gewoon ontzettend goed. Deze boot is uitgerust met stabilizers, met interceptors. Dus je kunt niet alleen maar de rol regelen, maar ook de pitch. Daarnaast is de boot ook zeer geschikt voor de Middellandse Zee. Onder andere uitgevoerd met een loopplank achterin. We hebben een hele mooie luxe douche laten plaatsen. Hele goede zwemtrappen. Dus kortom, een heel multifunctioneel inzetbare boot. Waar je ook vaart, hartstikke comfortabel. Wilt u nog meer weten van dit schip? Dan bent u van harte welkom bij ons op de werf.